staan nu bij René Heesbeen. René, supporter van het eerste elftal, maar ik denk ook van de hele club en ik denk ook van de jeugdafdeling. Ja, ik ben elke dag bij de jeugd. Hoor. Ik het mooiste wat er is. Ja, familie van jou is hier aan het voetballen? Ja. Ja, kleinkinderen? Ja. Welke kleinkinderen? Gio, Marciano, Toontje. Nederlands assistent trainer. Toon ook bij het eerste. En ik vind het spelletje altijd nog leuk. Je hebt er eigenlijk een dagtaak aan om alles te volgen? Ja, anders kan ik de tijd niet ombrengen. Het was voor jou ook een moeilijke tijd, denk ik, met die COVID. En geen voetbal te kunnen zien, nergens te mogen komen. Ja, ik ging aan de sloot staan, aan de kant veld 2 voetbal trainde. Ik ging daar kijken. Ja. Ben je al lang supporter van de club? Ja, zolang dat VV's de bommen weg is, af van de voren, zeg maar. Dat ik toch zaterdag mijn niveau ging kijken. Want je was een VVV's al bommel. Al, ja. Ja. Altijd geweest? Ja. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen als alles door mag gaan, René? Ja, vorig seizoen had ik gehoopt periode pakken dan naar de hoofdklasse. En nu moeten we even afwachten. Wil je nog wat kwijt, René? Nee, ik denk wel dat het een leuke groep is. En gezellige groep. Oké. Okay. Ja. Hey, veel succes en we hopen je nog vaak langs de lijn te zien. Ja, dat wil ik zeker. Ja, bedankt.